Politiewoordvoerder Milton Bishop doet een beroep op de samenleving om deze dagen extra alert te zijn. In gesprek met de nieuwsdienst zegt Bishop dat de burgerij een flinke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de criminaliteit door hun ogen flink de kost te geven en zaken door te geven aan de politie. Vooral als het gaat om illegale praktijken welke waargenomen worden. Ik doe zoals ik altijd zeg een oproep naar de samenleving om laten wij gezamenlijk dat criminaliteit aanpakken. De politie is er om de samenleving van dienst te zijn, maar ook de samenleving moet een wezenlijke bijdrage leveren. Ik zeg het, hoe liever we een bijdrage, we gaan naar het einde van het jaar. En alle die mensen zijn potrokken, alle die mensen zijn met de buurt onveilig, maar alle die mensen zijn op een opsporingslijst. Je weet dat je gewenst bent bij de politie. Ik zeg het altijd, meneer, maak hem vrede, omdat ik tal van ervaringen aan een man tegen, ik heb het zelf meegemaakt. Kies eieren voor je geld. Anderen kunnen het niet meer navertellen. Dus meneer vrede, de biggest man dat une kari, une yagi. Maar alle die man een risico voor afvangen, tegen de ogen, de crime, moet je ook instaan voor de consequenties. Bishop zegt verder dat individuen geen excuses moeten gebruiken door aan te geven dat de financieel-economische situatie ze drijft tot het plegen van misdrijven om aan geld te komen. Tegen man dat zij doet ook niet, we gaan naar het einde van het jaar. Ik kom niet zeggen dat ik naar economische situatie en ik me gaan over naar economisch. Nee, maar waar is code man? En als samenleving, extra alert. Tegen naar een verkeerslicht, extra alert. Ja, en ook gebruik aan social media heel positief. Is dat een aantal man de hele limiet op social media. En ook zo goedwilligen, ik word op social media, maar ook kwaadwilligen. Dus dat wil ik tot slot meegeven. De politiewoordvoerder stelt dat het Korps Politie Suriname, ondanks de uitdagingen, ervoor zal zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Recentelijk hebben verschillende parlementariërs aandacht gevraagd aan de regering om meer middelen vrij te maken voor de politie om hun werk beter te kunnen oefenen.